Hallo en welkom in het vogeljaar. Ik ga jullie iets tonen. Kom mee. We gaan de Gaverse Steenweg oversteken. Komt niets af, oké. En we gaan hier rechtover bij Boer Fernand, terf van Boer Fernand. Hier is de hoeve, de bouwvallige hoeve van Boer Fernand. En ik mag hier een beetje rondlopen. Dag Fernand. Ik steek toch geen kattenkwaad uit. Hier ziet je zijn hopen maïs als voer voor de koeien. Hij heeft nog een koe of zes. Het is nog tamelijk vroeg. Het is mooi weer vandaag. Wat ik jullie wil tonen is dit. Waarschijnlijk ziet je hier goed dat er plotseling een helling te zien is. Dus de helling van de Scheldevallei, die zich uitstrekt van heel ver ginder in Zwijnaarden. Daar ligt het UZ, daar ligt ook het Gelanco Stadium. Tot, ja, in die richting in Frankrijk, maar laten we zeggen, het eerste stadje dat je hier tegenkomt is, of dorpje is Melzen, Wursten, Gaver erachter enzovoort. Maar wat ik jullie, waar ik jullie wil attent op maken is dit hier. Ik kom hier dagelijks, ik spendeer hier dagelijks een paar uur. Ach, ik moet eerst eens door, dat, door die sleuf ploeteren. Ik kom hier dagelijks een paar uren naar vogels kijken en in het bijzonder naar trekvogels kijken. De trek is nu weliswaar voor het grootste deel te voorbij. Trekvogels trekken vooral in de maanden september en oktober, maar je kan af en toe ook nog wel eens wat zien. En hoe dan ook bevinden we ons hier toch een goede 20 meter boven de zeespiegel, ja. Eigenlijk boven de Schelde, het Scheldeniveau. De Schelde loopt daar, een beetje verder, achter die bomenrij, daar loopt de Schelde. En de trekvogels komen in deze vallei terecht. Ze komen vanuit het noorden, daar, en vliegen naar het zuiden. Ze komen in die vallei terecht en vliegen de ganse dag en tegen het eind van de dag of tegen de avond zoeken ze natuurlijk een plekje om een beetje te uit te rusten en wat bij te voederen. En eenmaal dat ze die waterpartijen die je wellicht in de verte daar ziet, daar ongeveer, landen ze in de weiden die hier voor ons staan. En ik moet zeggen dat die weiden hier allemaal vooraan en in het bijzonder dat weidje daar, dat stuk weide daar, daar heb ik in de voorbije weken al fenomenaal interessante vogels gezien, zeer zeldzame vogels ook. De zeldzaamste was wellicht de koereiger. Dat is een van die kleine witte reigertjes die je soms kan zien in films. In natuurfilms over de Serengeti, waar die reigertjes dan tussen de poten van de gnoes lopen en de insecten oppikken die die gnoe heeft, of die die poten hebben verstoord. Maar het is een zeer interessant observatiepunt, omdat we net zo hoog zitten en dan die trekvogels worden een beetje geleid, een beetje gestuurd in die
Scheldevallei. En we gaan eens zien, kijk, er is daar, wellicht kan je het wat moeilijk zien, maar er zijn er daar een troep aan het rondvliegen. Er is net een troep geland hier in de waterpartijen. Als je goed luistert, kan je ze horen. Er zit op dit moment een troep, ik denk dat grauwe ganzen zijn, op de... op wat wij nu de paardenweide noemen. Dus daar. Maar er zijn er ook overal in de buurt wel te zien. Zo. Dat is wat ik jullie wilde tonen. Ik ben blij van dat te kunnen doen. Ik ga hier nu een beetje vogelen. Hetgeen je daarvoor nodig hebt is heel eenvoudig. Een verrekijker. En een warme muts. Misschien een koekje. En voor de rest kan je gerust een uurtje staan kijken. En de kans is groot dat je toch wel enkele vogels zal zien. Tot. Zo. Twee nijlganzen op de voorgrond. En daar rond wat grauwe gans. Die nijlganzen zijn al gepaard. De laatste weken zijn ze vreselijk bezig met elkaar te achtervolgen en te posturen en balsgedrag te vertonen. Dus nu zou het wel kunnen dat er al paardjes zijn. Dit zijn jongen van het vorige jaar die voor de eerste keer wellicht een partner zoeken. Daar is Ferdinand met zijn eerste koeien. Die uit de stal jaagt. Ze doen dat niet graag. Hè. Ze komen uit de warmte van de stal en ze moeten hier plotseling buiten staan. En het meeste wat ze, of hetgeen ze meestal het eerst doen, is hier in de badkuip een beetje komen drinken. Ja, en nu gaan we eens gaan kijken in die hoge populieren. Daar zit dikwijls een buizerd. Kijk, en er zit daar weer. Kijk maar precies in het midden van het veld, dat is ook de typische manier waarop dat die buizerds jagen. Ze zitten de hele dag op een tak en kijken naar wat er onderaan gebeurt. En als ze iets interessants vinden, laten ze zich opvallen. Ze jagen niet actief een prooi achterna. Zo, deze video zit erop. We zien elkaar binnenkort terug. Dag.